Hallo allemaal, we zijn live bij de open dag van de N18. We zijn op dit moment aangekomen bij de aansluiting Haaksbergen, een andere opgang van de N18. Dus vandaag een open dag, mogelijkheid om te fietsen, te wandelen en alles te bekijken op de N18. En zoals je ziet is het mooi druk en wordt er flink gebruik van gemaakt. Hey jongen. Hey, Frank. Frank Dijkema, we zijn even live op Facebook. Mooi! Frank die staat naast mij, ik zal even laten zien wie Frank is. Dan weten jullie dat ook. Frank, wat betekent deze dag voor jou? Heel veel blijdschap. Moet je kijken wat een hoop mensen zijn gekomen. Iedereen is enthousiast, iedereen is de fietsers komen lopen. Dat maakt me heel blij. En ook eigenlijk wel trots van dat we dit met elkaar toch bereikt hebben. De eerste variant om de weg hier zo omheen te gooien. Alleen dat komt dus niet. Ja, nou, is een Rijkswaterstaat die wat tekst uitleg geeft. Maar u heeft de weg al bekeken helemaal. U moet nog beginnen. Ik ben in Bekken begonnen. In Bekken begonnen, ja, kijk. En wat vindt u ervan, zo de eerste... Ja, de eerste indruk ligt er mooi bij, hè. En gaat u morgen ook meteen met de auto dan een proefritje maken? Nee, ik heb familie in de Achterhoek en in Groenlo wonen, dus we komen er nog vaak genoeg doorheen. Ja, dat zeggen dat. Alles op zijn tijd, of niet? Alles op zijn tijd. Nog geniet lekker van de koffie en het gebakje. Dankjewel. Sophie momentje. Inclusief hesje en helm. Ja, dan is het ook helemaal compleet natuurlijk. Laten we eens even een klein stukje die kant op gaan. Dan is eventjes de brug van dichterbij. Hallo. Ja, je enkel kan wel weer. Nou, we staan nu onder de brug. We kunnen even mooi dit hier bekijken hoe dit eruit ziet. Wij komen uit Eibergen en we vinden het heel erg leuk om nou eens te kijken van hoe zit het nou allemaal in elkaar. Ja. En zeker dat punt bij Eibergen, dat weten we nog niet voor. Dat is heel ingewikkeld. Ik hoop dat jullie een rustige dag hebben vandaag. Wij hebben een hele rustige dag. Ja, gelukkig maar. Ja. Dus, we zo horen net wel een ambulance, maar ik weet niet of dat dan hier op de weg was of dat was hier. Op de weg, twee gevalletjes. Ja. Okay. De eerste twee slachtoffers op de N18 zijn gevallen. En weet je hier ook wat er gebeurd is dan? Of, Nee. We horen iets over een meisje. Wat met een skateboard gevallen was. Ja, oké. Okay. Ja. Maar voor de rest... Hallo. Ook eventjes naar de weg kijken. Ja hoor. Hij ligt er goed. Ja, hij ligt er goed bij. Is die goed gekeurd? Ja hoor. Het is allemaal wit op zwart. Normaal eerlijk had ik zwart op wit. Hallo meneer. Dag. En wat vindt u van de weg? Wat ik ervan vind, had er veel eerder moeten zijn. Ja. Dat is punt 1. Maar u hebt hem even te voet bekeken? Of, nee, met de fiets. En waar bent u helemaal geweest? Ik ben vanaf hier begonnen tot we niet verder konden. Oh ja, ook bij de richting A35? A35 en weer terug. Ja, oké. Ja. En wat was de eerste indruk? Dat was... Komen ze ook weer aan hoor. Ja, ik had er wel langer naar gekeken, want ik heb een tijdje aan meegewerkt aan deze weg. Dus het is voor mij niet helemaal vreemd. Oké, okay, en wat is daar uw aandeel in geweest dan? Ik was voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die al die kunstwerken bekeken heeft, die gebouwd zijn. Of die volgens het programma van IJzer gebouwd werden. Oké, kijk. Dus ik ben er al een paar jaar mee bezig geweest. Ja, maar zeg maar, de verdiepte ligging is ook wel eens twijfel geweest of de oven of de onderdoor. En er zijn volgens mij ook wat proefopstellingen voor geweest om te kijken hoe het eruit kwam te zien. Nee, maar dat is natuurlijk een plaatje. Dat is uitstekend geworden, die passage met M-bus. Ja, absoluut. Echt mooi. Mooi naar te kijken. Filmclubs, we zijn aanwezig. Wat werkmensen nog aanwezig om te zien. Hallo.